Goedendag, dames en heren. Een tijdje geleden zijn we met Vado Fiets mee geweest op de fiets. Vandaag hebben we een nieuwe gast en dat gaan we vaker doen. En die ga ik even binnen ophalen. Goedemiddag, want het is nou middag als we dit opnemen. Hey, John, goedemiddag. Wij hadden een afspraak. Wij gingen een stukje fietsen. Dat klopt. Ben jij zover? Ik ben zover, maar ik heb nog een medepassagier. Zal ik er die eens even bij roepen? We gaan niet alleen. Nee, we gaan zeker niet alleen. Ja, nou gezellig. Hoe meer mensen, Cor? Hoe gezelliger het is. Cor? Ben ik wel benieuwd wie het is. Cor? Wat is die, Cor? Oh, maar die zijn hier aan het dansen, John. Kunnen we die meenemen? Die kunnen we zeker meenemen. Zo, Corretje. Wij gaan die kant op. We gaan richting... Richting het Duits lijntje, een klein stukje. Nou, John, ik wil eerst zeggen dat ik het heel leuk vind dat jij mee mag en dat je Cor natuurlijk meebrengt. Ja. Dat was nog wat om die mee te krijgen, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Huh? Ja, ik wil even beginnen, even heel kort, hoe is het? Want het is natuurlijk wel een hele speciale tijd. Ja, het is onvoorstelbaar eigenlijk, toch? Ja. Ja. Ja, we organiseren natuurlijk hartstikke veel voor de doelgroep en niets kan er plaatsvinden. Dus dat is, en het is nog niet zozeer voor ons is het erg of vervelend, maar voor de doelgroep natuurlijk zelf. Ja, die missen alle contacten, gezelligheid, muziek. En het lijkt me ook wel een doelgroep die er juist nog heel veel last van heeft. Ja, heel veel last van. Ja, en ik krijg regelmatig berichtjes, appjes, telefoontjes. En Cor die belt mij elke week op. Ja, je mist gewoon de gezelligheid. Best goed? Goed zo. Maar Cor mist jou wel dan? Ja, dat weet ik niet. Vertel eens. Ja, dat kunnen we niet horen. Dat vragen we straks nog wel aan Cor. Straks. Want ja, er zit nou een schermpje tussen. Wij moeten iets meer afstand houden. Ja. En Nou zijn we net vertrokken. Ja. Op wel een hele speciale locatie. Waar zijn we net vertrokken? Nou, we zijn net vertrokken bij Dans & Chance Café. Bij Heidi's Café, bij Willy's Café. Het is eigenlijk in 2016 ontstaan. Toen ben ik naar Thijs Winkels toe gegaan, oprichter Brownies. Ja. Met het idee om Een leuke stapavond te gaan organiseren in Veghel. Ja. Want daar was toch wel behoorlijk behoefte aan. Maar dan een leuke stapavond voor die doelgroep? Ja, juist. Ja. Voor iedereen met een beperking. Want ze hebben hier natuurlijk wel de Soos, de Vrije Vogels en de Les de Cent. Ja, Okido is er ook nog voor de wat jongeren. Ook nog. Maar dat is toch anders als een gewone stapavond. Zoals jij en ik. Iedereen zeg maar gewoon op stap kunnen gaan. Maar wat is dan het verschil tussen Vrije Vogels en een gewone stapavond? Want die Vrije Vogels die proberen ook van alles juist, ja, toch? Ja, dat klopt. Maar je moet het eigenlijk gewoon zien als een café waar de ene die komt natuurlijk gewoon om een praatje te maken, de andere om te dansen, de andere te chansen. En dat chansen, hoe moet ik dat dan zien? Hè? Want waar wij misschien ergens in een café of via een internet, een dating app tegenwoordig, hè, iemand, dan moet ik het chansen zo zien? Of, ja, wel, we hebben vanaf het begin eigenlijk al ons knuffelbankje. Ja. Heb je dat gezien toevallig? Nee, ik heb het knuffelbankje niet gezien. Maar Dat hebben we eigenlijk al vanaf het begin geïntroduceerd. En Daar zijn er een tweetal uit Sint-Oederode. Ja. Die kennen elkaar van. Die hebben vroeger bij elkaar in een woongroep gezeten. En daarna hebben ze allemaal een eigen woongroep gegaan. Ja. En die hebben elkaar eigenlijk weer ontmoet bij Dans & Chance. Oh, dus er bloeien ook wel mooie dingen uit voor. Oh, absoluut. En zodra dat die binnenkomen, als de ene al binnenkomt, dan zit ze al te kijken tot een vriendje ook binnenkomt. Hè? Ah, dat is een en al gezelligheid. Ja.
zonder even iets anders. We hadden het net over een stukje Dans de Chance, over die bank. Hè? Nou, dan komen er dus ook echt hele mooie dingen uit voor. Ja. Hoe lang is Dansen en Chance al bezig? Ja, dat is in 2016 opgericht. En in maart 2017 hebben we de eerste editie gehad. Ja. En toen hadden we eigenlijk al, ja, ik denk een 30, 40 bezoekers binnen. Dat was echt een succes. Dus toen hadden we eigenlijk... Waar hoopte je op bij zo'n eerste editie? Ja, waar hoopte je op? Ja, eigenlijk gewoon alleen maar stralende gezichten. Hè. Die waren er gewoon constant. Dus toen hadden we zoiets van, ja, dat moet gewoon doorgang vinden. En toen hebben we gepland om het gewoon elke 3 maanden te gaan organiseren. Ja. Hebben we in het begin hebben we eigenlijk alleen maar themafeesten gedaan. Dus elke keer een Hollands, wat thema's? Hollands feestje hebben we gedaan. Dus alles gewoon helemaal in stijl. Hè, met hapjes en drankjes in stijl. Maar zo ver zelfs. Ja. Als ik iets organiseer, dan merk ik het ook goed. Dat kennen we. Hè. We hebben een ander dingetje, daar komen we dadelijk nog op. Ja. En toen hebben we ook nog, dat wil ik even aanhalen, we hebben ook een glitter en glamour avond gehad. Ja. Ook helemaal in stijl hadden we het winkeltje van Henny Huisman ingericht. Inclusief Henny zelf? Of? Nee, zonder Henny. Maar we hadden wel een heel leuk hoekje ingericht met allemaal glitter en glamour spullen. En toen, ik ga even naar achter, want ja, we moeten ondertussen natuurlijk ook nog met het verkeer een beetje rekening houden. En de 1,5 meter afstand, dus vandaar dat ik eigenlijk de hele tijd tegen de richting in fiets, hè? Ja, maar in ieder geval glitter en glamour avond. En dan hadden we een hele hoek ingericht met als het ware het Henny Huisman winkeltje. Ja. Hè, met glitterjassen en brillen en noem maar op allemaal wat. En dan mochten ze iets uitzoeken. Ja. En dan mochten ze nog op de foto. Ja, dat was natuurlijk heel na hand gewoon... Lang leven de lol eigenlijk. Ja, zeker weten. En toen hebben we een aantal themafeesten gedaan. En toen zijn we er eigenlijk van afgestapt. Want het doel van de avond was eigenlijk gewoon om een stapavond neer te zetten. Dus hoeft niet eigenlijk altijd geen thema te zijn. Dus toen zijn we in 2018, omdat we dus ook groter werden, kwamen steeds meer bezoekers. Maar je zei straks met 30 à 40 begonnen. Ja. Waar zat het op het laatst op? Gemiddeld 60, 70 op een avond. En het wordt steeds drukker. Maar hebben we dan dadelijk niet een probleem in het café? Ja, we kunnen nog naar achteren uitbreiden. Dat zou eventueel nog kunnen. We hebben zelfs een keer een aanbod gekregen om het heel groot te gaan maken. Maar we hebben er toch voor gekozen om bij Heidi in het café te blijven. Want zij ook hartstikke... Het is ook natuurlijk wel een beetje de sfeer die daar hangt. Ja. En de vraag is dan toch maar of groter ook beter is altijd. Ja, nee, daarom. We hebben er ook samen eigenlijk met het team voor gekozen om gewoon intiemer te blijven en gezellig in het café. Ja. Dus en dat bevalt iedereen hartstikke goed. Nee, dan willen ze lekker een pilsje drinken aan de bar. En sommigen eigenlijk... We gaan naar links. We gaan deze kant. Oké. Ja. Ja, de ene wil gezellig een pilsje drinken aan de bar. Ja. Hè, en de andere wil heel de avond buurten. En sommigen staan de hele avond op de dansvloer. Ja, dat is één groot feest. Ja, maar het klinkt ook heel gezellig. Ik zou bijna vragen, van, komt er ook een dansen en chance voor het gewone publiek? Ja, ja. Nou, er is zelfs vraag naar om het maandelijks te gaan organiseren. Maar ja, we doen het natuurlijk vanuit... Hoe werkt de organisatie? Draait het op vrijwilligers? Of, Ja, ik ben er zelf mee begonnen. Samen met Thijs Winkelstam heb ik het opgericht. En we merkten dat het wat drukker werd. Kwam Mark Spierings, dat is de dansleraar van Dansschool Animo. Ja. Die kwam een kijkje nemen en die was helemaal meteen super enthousiast. Ja, en die had zich aangeboden als DJ. Want we zitten, nou, kijk, dat is ook wel keileuk. Er wordt van alle kanten goed geholpen. Nou is het wel, we zijn nu sportief bezig. Ja, ik op een gewone fiets, jullie op een duo fiets. Ja. Zijn jullie een beetje sportief? Ja, ik dans natuurlijk, hè, bij Dansschool Animo. Ja, en... Hè? En dat dansen, daar staat ook weer, dat is ook weer, daar kun je nog extra los bij aansluiten. Wat of zeg is je? Daar,
dansen en chansen daar samen of je kunt ook, ook alleen komen dansen nog? Waar? Je bedoelt bij Dansen Chance Café? Nee, gewoon in het algemeen. We hebben Cornet bijvoorbeeld zien dansen in een privélesje, denk ik, dat je had. Ja. Maar zijn er ook gewoon danslessen daar voor mensen met een afstand tot beperking? Nee, bij Dansschool Animo, daar zijn allemaal cursisten. Die staan daar ingeschreven. Ja. En die krijgen 20 danslessen per jaar. En dat is 1-op-1 begeleiding, dus je hebt eigenlijk een vrijwilliger. Ja. Plus een cursist. Ja, daar ligt dus natuurlijk nu allemaal stil in verband met de 1,5 meter. Ja, want het Dansen en Chance Café zal ook wel stil liggen. En die knuffelbank, ja. Alles. Hè? Alles. Ja. Dan gaan we draaien nou vanaf het oude Zwijs richting de markt. En Cor, waar gaan we dan naartoe? Naar Brownies en Downies, waar ik werk. En daar werk jij? Ja. Is dat leuk, een beetje bij Brownies en Downies werken? Zeker. Nou heb ik het net de hele tijd met John over dat Dansen en Chance Café gehad, hè? Ja. Wat is daar voor jou nou zo fijn en zo, dat je daar naartoe kan? De fijnste is dat je dezelfde vrienden hebt en zo. Ja. En die Arnhem mensen ken ik ook allemaal. Die zit ook bij de shows. Dus, kun je mij eens uitleggen, wat doe jij nou bij dat Dansen en Chance Café? Daar doe ik vrienden maken en een beetje met mensen kletsen, en drinken en zo. En dansen. En wat drink je dan? Pilsjes. Pilsjes, ja. Kijk, een pilsje. Daar zou ik denk ik ook wel lusten. Maar goed, we moeten na Brownies en Downies natuurlijk nog wel even een stukje verder. Ja, dan heb ik dadelijk John nog nodig, want die weet dan weer waar we dan naartoe fietsen. Zeker. Maar dat dansen, hè, is dat dan ook nog moeilijk? Want we hebben jou daar net zien doen, een klein stukje. Best moeilijk, ja. En is ze dan streng of is ze wel of is ze heel lief? Heel lief is ze ook wel. Oh, kijk. Hij is altijd lief, hè, John? Als ik aan jou vraag om de sfeer bij Dansen en Chance te beschrijven, hè? Ja. In een paar woorden, wat zeg jij dan? Dat het heel sierlijk is, heel mooi is en dat het fijn is om daar te zijn. En wat maakt het fijn om daar te zijn? Het samen zijn, het vrienden wat je hebt. Ja. Nou hoorde ik straks van John dat jij in deze tijd John iedere week wel of iedere twee weken wel even een keer belt. Ja, dat klopt. En heb je dat nodig? Soms wel, als maatjes wel, ja. Ja, want je mist het denk ik wel in deze tijd, hè? Ja, zeker. Ja, want ik heb het net aan John gevraagd hoe het met John ging, maar hoe gaat het nou met jou zo in deze tijd? Ja, goed. Ja? Kun je toch een beetje van maken? Spreek je? Zeker. Kijk, en dan volgens mij zijn we er nou, of niet? Ja, zeker. Dan, dan gaan we gewoon heel even kijken hoe het eruit ziet. Maar ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen. Dus Cor, hier werk jij. Hier zo mooi die kijkt mooi uit op de markt. Zeker, hier werk ik, ja. Wat moet je hier dan doen? Bedienen, het afwas, en ook het mens bedienen en zo. En mensen binnen laten. En is dat hard werken? Best wel, ja. En gaat dat nu een beetje anders in corona? Of, Ja, dus afstand. Dus dat je niet dicht bij de mensen komt. Maar de mensen kunnen wel gewoon gezellig bij jullie komen eten? Nou wel. Ja? Zeker. Nou, dan denk ik dat het belangrijk is, want wij moeten door, hè? Want we moeten nog naar het eindpunt. Ja, we gaan nu niet zeggen wat daar gebeurt, hè? Want dat is wel heel mooi, toch? Jij weet al waar we gaan stoppen, hè? Ja, dat het einde. Ja. Dan ga ik even, John, kunnen wij verder? Ja? Ja? Nou, dan gaan wij verder. Maar John, nou gaan we naar richting het eindlocatie. Ja. En op die eindlocatie is natuurlijk ook wel iets heel speciaals. Iets heel speciaals. En ik ben daar vorig jaar even wezen kijken. Ja. Toen heb ik gezien hoe gezellig dat was. Ja, absoluut. Toen dacht ik, dat willen wij ook. Maar ja, wij hebben daar in het heel groot. Hè. Denk aan de grotere festivals hier in de omgeving. Ja. Jij hebt een heel mooi klein festival neergezet. Ja. Ook samen met Thijs. Thijs heeft mij destijds uitgenodigd en had eigenlijk het voorstel van goh John, stop met dansen en chansen en ga met mij samen mee een festival op touw zetten. Toen zei ik, nou Thijs, ik zeg dansen en chansen, daar stop ik absoluut niet mee, want het is veel te geweldig, daar genieten ze echt van, maar ga met jou wel mee samen een festival op poten zetten. Dus in plaats dat hij dacht, we maken er een festival van, dacht jij, nee hoor, tijd zat, pak er even bij. Ja, juist. Ja, intussen stop ik al aardig wat tijd in het vrijwilligerswerk voor de doelgroep, maar het is zo geweldig om te doen. Hoe ben je daar ooit ingerold?
ja, hoe ben ik er ooit ingerold? De eerste Brownies & Donies lunchcafé, daar gingen we eigenlijk koffie drinken. Ja, en toen had ik eigenlijk meteen een klik met de werknemers. En dacht bij mezelf, goh, daar wil ik ook iets mee doen. Ja, zitten denken van, ja, waar zou dat kunnen zijn? Dus toen op een gegeven moment zag Marjan, mijn vrouw, die zag een advertentie in de krant staan. Van dansschool Animo. Goh, zegt ze, je hebt vroeger altijd gedanst. Misschien is dat wel leuk voor jou. En dan kun je toch iets met die doelgroep gaan doen. En had jij iets met dansen? Ja, ik heb vroeger altijd ballroom en Latin wedstrijden ook gedanst. Dus dansen was van jongs af aan eigenlijk al een grote hobby. Dus dat kwam dan eigenlijk wel heel goed uit. Toen heb ik me aangemeld bij dansschool Animo. En toen belde iemand mij op en die zegt, goh John, ja, jou willen we wel bij Animo, want wij kennen jou van vroeger, bla bla bla. Dus ben ik daar gaan kijken. En toen zei ze, goh, dit is John en die komt kijken of het hier gezellig is. En goed, is het hier gezellig? Ja, natuurlijk. Allemaal hartstikke enthousiast. Ja. En, was het toch ook echt gezellig? Ja, super gezellig. Want dat is dan altijd de vraag, hè? Iedereen roept dan altijd. Maar echt heel gezellig. En toen ben ik eigenlijk gelijk ingestroomd in de lessen. En dat was volgens mij ergens in december. Toen ben ik twee groepen mee gaan begeleiden. En vervolgens vond ik het zo geweldig. Ben ik vier groepen mee gaan begeleiden. En jouw vrouw, ziet die jou ooit nog? Nooit. Bijna nooit. Nee, die is intussen ook behoorlijk verslaafd geraakt aan... die heeft eigenlijk dezelfde passie gekregen. Ja. Die wil er ook graag bij zijn. En die vindt het ook helemaal geweldig om voor hun iets te betekenen. Dus bij Dansen en Chansen is ze erbij. En bij het Kanje Festival wil ze ook heel graag mee helpen. Ze zit niet in de organisatie, maar ze is er wel heel graag bij. Ja. En wat doe je nog langs al dat vrijwilligerswerk? Want er moet toch ook geld, denk ik, binnenkomen? Ja, gewoon even een stukje persoonlijke... Ja, ik heb een leuke baan bij MBI. Oh. Sinds een jaar. Deze week te horen gekregen dat ik een vast contract krijg. Daar ben ik super blij mee. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik ben er super blij mee. Ik heb na 23 jaar bij DHL Klantenservice heb ik de overstap gemaakt naar MBI. Maar... Nou kom, we zijn er bijna bij de ingang van het. Van het. Wat is er normaal als we daar... Vorig jaar het Kanje Festival. Ja, het zou dit jaar ook weer geweest zijn. Ja, maar ja. We hadden het gepland voor zondag 6 september. Maar het komt volgend jaar toch zeker terug? Ja, we hebben alle artiesten al geboekt. En die waren zo bereid om mee naar volgend jaar het festival van volgend jaar te gaan. Ja, want als ik dan hier nou eens er zo op rij en ik rij een stukje die kant op, dan sta ik eigenlijk bijna op de plek hier. Waar de tent stond. Waar de tent stond en volgens mij ongeveer hier stond ik met jou. Ja, absoluut. Jaar. Mensen van Dans en Chansen kunnen bemachtigen om te weten wat die sfeer nou is, want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Kun je eens uitleggen, wat is de sfeer bij Dans en Chansen? Heel gezellig en... er wordt veel muziek gedraaid en er komen heel veel mensen op af, zoals het Graven, Skeindel, Vekkel, Oedrode. Maar jij zegt ook, het is voor iedereen, hè? Dus dan mag iedereen waar je ook vandaan komt, mag je ook komen. Ja. Mag ik jullie allebei heel erg bedanken dat jullie met mij mee op de fiets wouden. Ik zeg tegen jullie, wil je een keer mee met mij op de fiets en heb je een leuk verhaal? Laat het ons weten. Mijn fiets staat klaar en ik fiets graag een keertje met u mee. Hey, dankjewel. Hey. En tot de volgende jullie keer. Jullie ook, dankjewel. En tot volgend jaar met Kanje Festival. Zeker en ik kom zeker nog een keer kijken bij Dans en Chansen met de camera, want daar heb ik beloofd. Ja, helemaal goed. Houdoe, hè. Houdoe, hè. We gaan dadelijk weer terug.